Het is goed om weer in uw midden te zijn, hier in Zwolle. En voordat ik met u het woord open, voor de mensen die mij niet kennen, hier een paar bekende gezichten, maar ook wat nieuwe gezichten. Mijn naam is dus Hans Griffioen. Ik ben getrouwd. We hebben 5 dochters. Dus we zijn heel rijk verzegend. En we zijn rijk gezegend met inmiddels vorige week, 2 weken terug, zijn, is ons 11e kleinkind geboren. Dus wat dat betreft, de Heer voorziet ook op die manier, maar dat is allemaal waar wij geen invloed op hebben, gelukkig. Het is de Heer die dat voorziet. Amen. Het is heel rijk. Het is heel rijk om de Heer ook daarmee ontzegend als ouders en grootouders. We zijn ook heel dankbaar en ook gezegend met het feit dat ze ook allemaal gezond zijn, dat het allemaal goed gaat met ze. Bovenal ben ik dankbaar en blij en dank ik de Heer voor mijn redding. Dat is veel belangrijker. Daar begint alles mee. Amen. Ik ben dankbaar dat God mij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. En dat ik hem heb mogen leren kennen als mijn redder en heiland en verlosser. En ooit, en misschien komt dat straks wel wellicht door de preek heen, een bewuste keuze gemaakt om de Heer te dienen. Voor ik het woord met u open, wil ik een zegen vragen over het woord. En Heer, ik wil u danken voor wie u bent. Ik dank u dat u in ons midden bent. Dat zegt uw woord ook zelf. U bent in ons midden, dat heeft u beloofd, dat heeft u gezegd. En we geloven dat. Heilige Geest, welkom en ga uw gang. Je zegen mijn lippen, zegen mijn mond en zegen de woorden die ik mag spreken. Maar bovenal, Heer, u weet hoe we gekomen zijn. U weet wat we nodig hebben. U weet waar we doorheen gaan. En Heer, zo willen we deze avond, maar ook het woord wil ik voor uw troon en genade, wil ik eigenlijk als het ware teruggeven. Wilt u maar spreken. En dat het zaad van uw woord, Heer Vader, op goede grond mag vallen. Op open grond mag vallen. Dat u harten aanraakt, dat u bewegen. En levens vernieuwen en veranderen en versterken in Jezus' naam. Dank u, Vader God, voor wie u bent. En wat u doet en gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil met u het woord lezen. Dus als u een Bijbel mee heeft, alles goed om mee te lezen. Ik lees uit 1 Johannes. 1 Johannes 5. Vanaf vers 1 tot 6 en 1 Johannes 5 vers 10 tot 12. 1 Johannes 5, helemaal achterin, bijna aan het eind. 1 Johannes 5, vanaf vers 1. En er staat als volgt. En iedere die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En iedere die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren is. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? En dan vers 10. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft een getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Amen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Amen. Tot zover wil ik dit met u delen. En ik heb over de prediking gezet, thema leven in een overwinnend leven. En eigenlijk staat het hier ook boven. Het overwinnend geloof in Jezus Christus. Johannes is de schrijver van deze brief. En Johannes kende Jezus. Ik denk dat hij Jezus als geen ander kende. En Johannes is ook degene geweest die waarschijnlijk het langst met Jezus gewandeld heeft. En toen God zelf de menselijke geschiedenis binnentrad,
kwam God zelf als mens van vlees en bloed naar de mensen toe. Hij werd gezien, gehoord en aangeraakt door de schrijver van deze brief. Zo dicht was Johannes bij Jezus. Toen hij op aarde kwam. Johannes trok met Jezus op en sprak met hem. Wat geweldig. En zag hij mensen genezen en hoorde zijn onderwijs. En Johannes was bij zijn sterven. Johannes ontmoette hem na de opstanding. En was erbij toen Jezus terugging naar de hemel. En Johannes heeft deze brief geschreven aan verschillende gemeentes. En aan andere gelovigen. Om ons de zekerheid te geven dat je in Christus eeuwig leven bezit. En om je aan te moedigen voortdurend dicht bij God te leven. Het was van Johannes een rondzendbrief. Een soort pastorale brief voor gemeentes en andere gelovigen. En Johannes wordt ook door de apostel van de liefde genoemd. De discipel van de liefde. Hij schrijft heel veel liefde, ook de liefde schrijft heel veel, ook in deze brieven. En dan staat er in ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. U bent uit God geboren als u dit gelooft. Die draait dus eigenlijk om. En aan ieder die hem lief heeft, die geboren leed worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren zijn. Met andere woorden, we moeten elkaar als broeders en zusters lief hebben. Omdat we allemaal uit God geboren zijn. En daaraan is dus te zien dat wij de kinderen Gods lief hebben. En wanneer wij God lief hebben, wij zijn geboden doen. En misschien houden we niet zo van geboden, van dingen te moeten doen. Maar God zegt, Johannes schrijft hier, zijn geboden zijn niet zwaar. Amen. Elkaar liefhebben is een gebod, het is een opdracht. Zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, zegt de Bijbel dan, zegt Johannes dan hier, overwint de wereld. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Niet het geloof in onszelf, wat vele mensen doen tegenwoordig. We geloven allemaal in onszelf. We vinden onszelf heel belangrijk. En we denken dat we heel veel kunnen. En we kunnen op zich heel veel. Maar uiteindelijk kunnen we ook niet alles. En de Bijbel zegt ook, zonder zijn geest kunnen wij niks doen. Zonder zijn geest kunnen we niet doen de geestelijke dingen van God. Uit God geboren worden en uit God geboren zijn betekent verwekken, gewinnen, voortbrengen. Dus alles wat uit God voortkomt is goed en overwint de wereld. En want Jezus heeft door zijn kruisdood alles volbracht en de overwinning behaald. En daarom overwint het de wereld. Alleen als wij geloven dat Jezus zoon van God is, kunnen wij de verleidingen van de wereld weerstaan. En als ik zo'n Bijbeltekst lees, waarin staat dat overwint, dat al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Dan denk ik, wauw, mij doet het wat. Wie wil er niet graag overwinnen? En overwinnaar zijn? Maar misschien zegt u wel, en denkt u wel, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar ik ervaar die overwinning niet. Ik zie die overwinning niet. Ik ken God wel. Maar ik ga door heel veel moeite en strijd heen. Misschien zegt u wel van ja, in de tijd waarin we nu leven, er gebeurt zo ontzettend veel in de wereld. De wereld staat op zijn kop. De wereld staat echt op zijn kop, met alles wat er gebeurt. En misschien beangstigt u dat ook wel. En vanuit ons mens zijn is dat ook best wel te begrijpen. Alleen al de verhalen rondom ISIS. Christenen die vermoord worden, omdat ze christen zijn. Maar ze waren ook heel dichtbij. Ik kom steeds dichterbij. Hoeveel mensen worden er gewoon niet doodgeschoten? Moeders die hun kinderen op straat leggen, een babytje op straat leggen. Vooral in Amsterdam, dat er laatst gehoord. Tot twee keer toe, op verschillende plekken. Er is zoveel nood. Misschien denk je wel van ja, maar waar is dan die overwinning? En ik ervaar die overwinning niet. En toch zou ik wel in die overwinning willen leven. Maar die overwinning, die ligt in het feit dat Jezus Christus alles overwonnen heeft. Amen.
Maar hoe kunnen we daar dan in wandelen? Hoe kunnen we dan dat ons eigen maken? We mogen het namelijk ons eigen maken. Want wanneer we een kind van God zijn, is Jezus Christus in ons. En dan zegt hij ook hier in Johannes, dan heeft hij ons eeuwig leven gegeven. Als we geloven, hebben we eeuwig leven. En dat is ons perspectief voor vandaag ook. Waar we ons aan vast kunnen houden. Wetende dat de Heer terugkomt. En natuurlijk, de dingen die er gebeuren in de wereld zijn zwaar. Kunnen ons beangstigen, kunnen ons ontmoedigen. En er is inderdaad strijd. Maar soms moeten wij ook door moeite heen. Ook ik heb in mijn leven dingen meegemaakt die moeilijk waren. Met mijn gezin, met werk. Ontslag en alles dingen, noem maar op. 3 keer ontslagen, maar God heeft altijd voorzien. Mijn ontslag heeft mij niet naar beneden gehaald. Maar ik heb elke keer de overwinning in feite ook met Christus mogen ervaren. Maar hoe kunt u dan dat geloof ervaren, dat geloof hebben, waarin u ook ervaart dat de overwinning is behaald door Jezus Christus? Hoe kunt u daarin wandelen? Paulus zegt in de Efezebrief, Efeze 6, neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Het schild van geloof. En het schild van geloof, ook in die tijd toen deze brief geschreven werd, had verschillende afmetingen. Er werden verschillende schilden gebruikt. Om in de oorlog, in de strijd, het lichaam te beschermen. Er waren kleine en grote schilden. Er waren beschadigde en nieuwe schilden. Metalen en houten schilden. Er was dus nogal een diversiteit in de mate van bescherming. En zo is ook met ons geloof. We moeten ons geloof feitelijk beschermen. En de Bijbel spreekt daar ook over. Over de mate van geloof. Hebben wij een klein of groot geloof? Is ons geloof aangetast en nooit hersteld? Of hebben we een constant groeiend geloof? Is ons geloof gebaseerd op ons menselijk denken? Hans zei het vanavond al eigenlijk. We proberen alles met ons verstand op te lossen. Maar ik zeg steeds vaker tegen mensen, ook al weten we heel veel, we weten meer niet dan dat we wel weten. Er zijn nog steeds mensen op zoek, waar miljarden euro's in gestopt worden, om te ontdekken en te weten waar we vandaan komen. Ja toch? We vragen nog steeds af, wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat doe ik hier? En heel veel mensen stellen die vraag nog steeds. Weet u, het eigenlijk is zo eenvoudig, het ligt hier voor de hand. De Bijbel spreekt erover waar het vandaan komt. Jezus zegt, ik ben van zijn geslacht. Hij heeft mij gemaakt in zijn evenbeeld. Wil je nog meer weten? Voor mij is het heel eenvoudig. Sommige mensen noemen dat misschien naïef, nou dan maar naïef, maar ik geloof het. Er zijn dus blijkbaar gradaties van geloof mogelijk. En wat zegt de Bijbel hierover? Ik noem een paar gradaties van geloof. Je hebt geen geloof. De eerste gradatie is geen geloof. Markus 4 vers 14 zegt namelijk, waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof, zegt Jezus. En dat zegt hij op het moment dat ze in de storm zijn, in het schip. En dan zegt Jezus, hoe hebt gij geen geloof? En op zich was het ook heel verwonderlijk, want ze hadden daarvoor wonderbaarlijke dingen meegemaakt met Jezus. De spijziging van de 5000. En ze gaan het meer op en ze komen in de storm en ze meteen, zijn ze meteen bevreesd. Misschien herkent u dat wel in je eigen leven, dat u ook in de storm bent. In de storm bent geweest in het leven, misschien zit u nu wel in de storm. Een andere gradatie van geloof is klein geloof. Dezelfde vers, maar dan in Matthäus 8 vers 26, dan zegt Jezus, en schrijft Matthäus, waarom zijt gij bevreesd klein gelovig? De derde gradatie is zwak geloof. Romeinen 14 vers 1, aanvaardt de zwakke in het geloof. Dat is een opdracht die Jezus ook geeft. Dat we elkaar moeten steunen, dat de zwakkeren in het geloof moeten steunen. Aanvaard elkaar. Een andere gradatie is een dood geloof. In Jacobus 2 vers 17 zegt, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf dood.
Als in onze wandel niet te zien is dat wij gelovig zijn, dat we de Heer dienen, is het op zichzelf dood. Geloof zonder inhoud. En wanneer Christus niet is opgewekt, dan is immers ons prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Als mijn geloof zonder inhoud is, wat zou ik hier dan moeten staan? Dan kan ik hier niet staan. Geloof met volheid. En Handeling 11 zegt, vol van de Heilige Geest en vol van geloof. Maar ook een gradatie van rijk geloof. Jacobus 2 vers 5 zegt, armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. Een ongeveinsd geloof, zegt Paulus in de 1 Timotheus brief. Een ongeveinsd geloof. Of een versterkend geloof. We hebben een schild van geloof nodig om alle pijlen van Satan te kunnen weren. Als we het overwinnend geloof willen ervaren, is het geloof belangrijk dat er een innerlijke overtuiging in ons groeit, dat we absoluut gewoon zeker mogen weten en echt absoluut kunnen geloven dat Jezus ons eeuwig leven heeft gegeven. Dat we in hem geborgen zijn. En geloof, dat kan groeien. Dat kan groeien. Dat is een proces soms ook. We hebben een schild van geloof nodig om alle pijlen van Satan te kunnen weren. Want we worden aangevallen. We gaan door dingen heen. Maar weet dat Jezus hetzelfde heeft ervaren. Toen Jezus gedoopt werd en hij opstond, ontving hij de Heilige Geest door een duif. En daarna leidde de Geest hem naar de woestijn. En hij werd 40 dagen werd hij verzocht. 40 dagen werd hij beproefd door Satan. Maar het geweldige is dat Jezus Satan elke keer herinnerde aan het woord. Elke keer dat Satan hem uitdaagde om bijvoorbeeld van de tempel af te springen, zei Jezus, maar het woord zegt dit. Een ander moment zegt hij, het woord zegt dat. Dus Jezus hanteerde altijd het woord om Satan in feite voor hem af te houden. Om de pijlen van Satan weg te houden. Maar Satan is listig. Want op een gegeven moment zegt Satan tegen Jezus, maar het woord zegt dit, want Satan kent het woord ook. Maar dat is om hem te misleiden. En er is zoveel misleiding in de wereld. En we laten ons niet, laat u niet misleiden door wat Satan u probeert duidelijk te maken. Wat de wereld u probeert duidelijk te maken. Dus die pijlen, om die ervaring, om te weten van dat een geloof, een overwinnend geloof is. Niet omdat wij zo sterk zijn in het geloof, maar omdat Jezus aan het kruis gegaan is voor ons. Omdat hij het volbracht heeft. Maar er zijn pijlen die u op u afgevuurd kunnen worden. En misschien ervaart u dat in uw leven, waardoor u dus dat overwinnend geloof niet ervaart. En ik zal een paar pijlen noemen, pijlen van bitterheid. Psalm 64 spreekt erover. Pijlen van bitterheid. Er zijn vele mensen die rondlopen met bitterheid. En bitterheid, dat vreet innerlijk aan je. Bitterheid maakt je innerlijk eigenlijk kapot. Bitterheid in je leven, in je hart, in je ziel, door wat jou misschien aangedaan is, of wat mensen misschien tegen je gezegd hebben, kan zelfs ziekte veroorzaken. Een andere pijl die op ons afgevuurd kan worden zijn pijlen van vervloeking. Mensen die dingen tegen je kunnen zeggen. Misschien wel vervloekt, wil je zelfs wel vervloekt wordt. Verderfelijke pijlen. Spreekt Psalm 91 vers 5 over. Pijlen van onreinheid. We worden bijna dagelijks als we niet oppassen. Als we niet oppassen geraakt door pijlen van onreinheid. Alles wat we zien op internet. Vele mensen worstelen met pornografie. Ook onder de christenen. En dat zeg ik niet veroordelend. Want het is een strijd die er is. Vurige pijlen van hartstocht. Pijlen van twijfel en pijlen van ontmoediging. En natuurlijk, je kan soms zo ontmoedigd raken. Doordat je misschien al jaren biedt. Misschien bent u wel zelfs teleurgesteld in God. Een pijl van teleurstelling in God. Ook die mensen hoor ik soms. Al zo lang bindend en nog steeds geen antwoord gehad. Ik denk, ja, maar God bestaat u eigenlijk wel. Ik hoor mensen spreken, ik ben boos op God.
zijn pijlen die uw geloof proberen aan te tasten. Het zijn pijlen die u naar beneden willen trekken. En ook ik heb die pijlen ervaren. En daarom is het zo goed dat we het schild van geloof kennen. Het schild van geloof als ware om ons heen zetten. En dicht, heel dicht bij Jezus blijven wandelen. En als u wat van hem afgedwaald bent misschien, dat u zo dicht mogelijk weer naar hem toe komt. Want in overdrachtelijke zin wordt God als beschermer van gelovigen een schild genoemd. God zelf is ons schild. Halleluja. Dat vind ik zo geweldig mooi. Dat ik me daar aan kan vasthouden. Dat hij mijn schild is. Mijn schild en mijn betrouwen. Is er ergens een lied in de psalmen volgens mij? Of misschien wel een gezang. Dat weet ik niet zo goed. Maar in Genesis 15 staat ook dat God zegt tegen Abraham. Vrees niet Abraham, ik ben uw schild. God zegt vanavond tegen u, vrees niet, want ik ben uw schild. Hij wil dat we, hij verlangt ernaar dat in ons dat geloof zo vast geworteld wordt. Vast genageld wordt. Dat we gewoon weten, ondanks alle omstandigheden, ondanks wat er in de wereld gebeurt, mogen weten, ik ben gered en mijn vertrouwen ligt in God. Mijn vertrouwen ligt in Jezus. Want alles wat in de wereld gebeurt, aan de ene kant benauwt het ons. Maar aan de andere kant, de Bijbel spreekt erover. De tijd wordt steeds benauwder en benauwder. En helaas, pijnlijk genoeg, moeten al deze dingen blijkbaar gebeuren. Hoe pijnlijk het ook is. Maar we leven in een eindtijdfase. We leven in een fase dat de komst van Christus steeds naderbij komt. En wat het lied dat we net gezongen, ik geloof inderdaad dat er nog een hele grote opwinding gaat komen. En ik verlang het ook voor Nederland, dat er een hele grote opwinding gaat komen. Want ik geloof met heel mijn hart, Nederland heeft Jezus nodig. Momenteel is het meest atheïstische land van Europa. En uiteindelijk zijn mensen onrustig en zoeken ze het vaak in heel veel andere dingen. Door de pijlen van twijfel. Ik geloof zelfs in een pijl van religiositeit. Ik had voor een tijdje terug een telefoongesprek met iemand die mij belde. En ik denk dat het een oudere vrouw was. En deze vrouw, die vertelde mij dat zij niet uit de genade kon leven. Ze kon het maar niet pakken. En ze voelde zich niet goed genoeg om het avondmaal te vieren, bijvoorbeeld. Dat zijn ook dingen die vaak gepredikt zijn. En ik had heel veel te doen met deze vrouw. Ik dacht, wauw, als je toch de zekerheid van het geloof niet kent. Als je toch de zekerheid van de genade niet kent. Wat is dan je hoop? Wat is dan je vreugde? En ik ben zo dankbaar, ik zei het net al, dat ik Jezus mag kennen. En meer nog dat hij mij kent. Hij kent mij veel beter dan ik mezelf ken. Al mijn haren op mijn hoofd zijn geteld. En het zijn er nog redelijk wat. Het wordt nog steeds minder, maar het zijn er nog genoeg. Het is zo mooi te weten dat Jezus mij gekend heeft. Dat Jezus u en mij gekend heeft voordat hij de oceanen vormde. En dat geloof ik. Het is gewoon geweldig. Zeg, Heer, u bent de enige die weet wat mijn diepste zielenroeselen zijn. Van wat ik moeilijk vind, waar ik doorheen ga. Wat ik al zei, ook ik ben door dingen heen gegaan met mijn gezin. Met werk, of juist geen werk hebben. Maar weet u, het heeft mij er uiteindelijk er altijd toe gebracht om dichter naar Jezus te gaan. Om het nog meer van hem te verwachten. Nog meer hem te vertrouwen. En God doet het. God werkt daar doorheen. En ik zeker te weten. Gewoon te weten dat ik eeuwig leven heb in hem. Dat is zo geweldig mooi om te weten. En ik heb dat mogen ervaren. Hoe zal ik het uitleggen? Ik heb 2,5 jaar geleden is mijn moeder vrij onverwachts overleden. Ze had een mooie leeftijd, ze was 86, maar toch vrij plotseling was ze overleden. En
Mijn ouders toen de tijd, voor die tijd. Mijn vader heeft 3-4 keer op het randje van de dood gelegen, maar elke keer heeft God hem eruit gehaald. En elke keer zeiden ze tegen elkaar, ik hoop dat ik eerder ga. Maar mijn vader verlangde echt om naar de Heer te gaan. Hij was zo dicht bij God en hij wist wie hij was in God en wist wie God was. En hij wist waar hij heen gaat. En hij heen zou gaan. Want uiteindelijk ging mijn moeder eerder. En zo zie je maar. We kunnen allemaal redeneren, maar God bepaalt het. En op een wonderbaarlijke wijze, ik heb de hele begrafenisdienst van mijn moeder mogen leiden. Dat was voor mij het eerste dat ik een begrafenisdienst deed. En ik heb zoveel rust en vrede mogen ervaren in de prediking, in de dienst. Omdat ik gewoon wist, omdat ik mijn moeder kende. Zij ging naar de hemel. Zij had vrede en rust. Zij ook, we maken er een dankdienst van. Een rouwdienst van. En ik heb het zo daarin de vrede mogen ervaren, omdat ik gewoon wist, zij heeft het eeuwige leven. Mijn ouders wisten, mijn vader leeft nog. Hij is nu zelfs 89 al. En hij verlangt eigenlijk om naar de Heer te gaan. Nou, pa, waarschijnlijk heeft hij nog een doel. God nog een doel met u. We weten het niet altijd. Maar daarin mag ik dan zo ervaren, wauw, man, ik ben zo dankbaar God te kennen. Te weten dat ik eeuwig leven heb. En natuurlijk verontrusten en bepaalde zaken mij wel in de wereld. Natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd, hoe meer we leren te wandelen in wat Christus van ons verwacht, in de geboden die hij ons geeft eigenlijk ook. Nog meer uitstrekken naar meer van hem, van het bovennatuurlijke. Zoals Paulus het ook zegt in de Colossensebrief. Weet u, hoe meer je gaat leren te kijken met de ogen van God naar de dingen. Daarom zegt de Romeinenbrief ook, wordt hervormd en vernieuwd in uw denken. Wij zijn niet van deze wereld. Ik moet altijd denken aan de situatie van Paulus en Silas in de gevangenis. Paulus en Silas worden op een gegeven moment in de gevangenis gezet omdat zij het evangelie brengen. En ze worden daarvoor worden ze eerst geslagen met geesels. En ze hebben met riemen, ze worden ergens mee geslagen, waardoor hun rug kapot geslagen is. En ze worden in een kerker gezet, niet de gevangenis zoals we tegenwoordig hebben. Ze worden vastgezet in een blok. En al handen geboeid. Maar ze beginnen te zingen. Kunt u zich toch voorstellen? Dat je in zo'n situatie gaat zingen? En ze, ja, dan zeggen dan mensen. Ja, maar dat is toch onmenselijk? Dat is toch niet natuurlijk? Nee, dat klopt. Het is niet natuurlijk. Dat is bovennatuurlijk. Amen. Dat is een andere manier van denken. Vorig jaar november. Dat was nadat ik hier gesproken had. Want ik heb een tijdje last gehad van hartritmestoornissen. En op een gegeven moment, in november, eind november, ging het maar niet over. En ik heb ook een cardioversie gehad, dus mijn hart even gereset hebben. Zo noem ik het dan maar even, dan krijg ik een paar klappen en dan is het weer goed. Dan mag je weer naar huis. Maar op een zondag, op een weekend, ik had net een week daarvoor zo'n cardioversie gehad. En vrijdagavond was ik weer terug. Ik was in een dienst in Nieuwegein en het schiet er omhoog en mijn hart ging veel te snel. Alsof je een marathon aan het lopen bent. En mijn vrouw was dit weekend ook ziek. Een keelontsteking. Dus we zaten echt even in een moeilijke fase. En zondagmorgen kon niet naar de kerk. Het gebeurt weinig dat ik niet naar de kerk ga. Ik moet wel echt ziek zijn. Maar weet u wat er gebeurde? Mijn vrouw dacht, weet je wat, ik zet de televisie of de computer aan. En we zijn lofprijsliederen gaan zingen via YouTube. We zijn gaan mee gaan zingen. We voelden ons niet goed. Ik had last van mijn hart. Zij had eigenlijk keelpijn. Maar we zijn gaan zingen. Arm in arm, arm om elkaar. We zijn gaan zingen. De Heer gaat groot maken. Weet je, dan word je er boven uitgetild. Is dat normaal? Nee, is dat normaal? Dat is misschien niet normaal. Maar we hebben het gedaan. En het is allemaal uiteindelijk goed gekomen. Mijn vrouw is hersteld. Ik ben hersteld. S'avonds zijn de twee broers uit de gemeente geweest. We hebben de Heer gebeden. En gebeden voor genezing en herstel. En de week daarna is het gekomen. Sindsdien heb ik geen problemen. Prijs God. God vraagt ons, daagt ons soms uit om dingen te doen die we niet gewend zijn te doen. Welk geloof? Heeft u de pijlen, heeft u het schild van geloof om jezelf heen gezet? Maar misschien zit u met die pijl van bitterheid. Of heeft u te maken met die pijl van vervloeking? En God wil ons
Weet, hij verlangt zo naar u en naar mij. Want hij is bewogen met u en mij. Hij verlangt ernaar dat we gaan ervaren wat hier staat, wat Johannes ook schrijft. En Johannes schrijft het ook om ons te bemoedigen. Dat we diep in onszelf mogen weten en mogen staan op de beloftes van Gods woord. Dat we, zoals hier staat in vers 5, wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En het is Hij die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus. En wie in de Zoon van God gelooft, heeft een getuigenis in zich. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Het is de Geest die ons daarvan overtuigt. Ik heb eeuwig leven. U en ik hebben eeuwig leven. Amen. Amen? Gelooft u dat? U bent zo stil vanavond. Amen. Amen. En God wil ons, maar God wil ons uit die dingen trekken. Als we door die moeite heen gaan. Dat we dat geloof niet verliezen. Dat we dat schild van geloof om ons heen zetten. Zodat we kunnen, elke keer kunnen blijven zeggen. Heren, ook al zie ik het nu even niet. Ook ervaar ik het nu even niet. Maar ik weet. Amen. Ik weet, ik ben gered door uw bloed. Ik weet, ik heb eeuwig leven. En als we aanvallen van die pijlen krijgen, dat we kunnen zeggen tegen Satan, maar Satan, het woord van God zegt dit. Het woord van God zegt dat ik waardevol ben voor God. Het woord van God zegt dat ik gerechtvaardigd ben in Jezus Christus. Niet door wie ik ben, maar wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor mij. En voor u en mij. Het zijn pijlen van angst en bezorgdheid. Zuster zei het net, vlak voordat we het offer al gingen ophalen. We kunnen soms zo angstig zijn voor dingen. En bezorgd zijn. En die bezorgdheid trekt ons naar beneden in onze waarden. In onze identiteit. Maar de Heer zegt inderdaad, wees niet bezorgd. En dat klinkt misschien makkelijk. En het is ook niet altijd makkelijk. Ik heb ook momenten gehad dat ik me echt wel bezorgd maak. Maar ik steeds meer en meer leer ik dat om het af te leggen. Heer, oké, u zorgt voor mij. Hij heeft mij ook uitgedaagd. Durf je me nou nu echt te vertrouwen? En we zien het vaak wel en we lezen het wel. Maar leeft het ook echt in ons hart? Zakt het dieper dan alleen maar ons verstand? En begrijpen doen we het niet altijd. Maar het gaat juist om geloof. En als ons schild van geloof niet voldoet aan de maatstaf van Gods woord, zullen pijlen ons kunnen treffen. En met het gevolg dat we gewond raken. En er is een genezing en bevrijding nodig. Een prijs God, dat is er dan ook. Het geloof in Jezus als de Zoon van God maakt dat u een overwinnend geloof heeft. Amen? Amen. Het geloof in Jezus als Zoon van God maakt dat u een overwinnend geloof heeft. Geen pijl is opgewassen tegen de waarheid, tegen zijn waarheid. Geen pijl is opgewassen tegen zijn heerlijkheid. Amen. Geen pijl is opgewassen tegen zijn macht. Want hij heeft de boze overwonnen. Hij is verslagen. En soms gebeurt mij ook nog wel eens dat ik in een aangevallen word. Juist als we in de evangelie actief zijn. Ik heb momenten gehad echt dat ik enorm aangevallen ben. In mijn geest, in mijn denken. Waardoor er heel veel negatieve gedachten kwamen. Maar er zijn momenten geweest dat ik zeg van Satan en nu weg. Ik wil je niet. Ik moet je niet. Zo kunnen wij de boze weerhouden. Maar hij gaat rond als een briesende leeuw. En hij zal proberen te verslinden wie verslinden kan worden. Ja. Daarom zegt de Bijbel ook dat we de zwakken moeten aanvaarden in het geloof om ze te ondersteunen. Ja. Ben ik dan zo'n geloofsheld?